Begin april kun je ze overal weer tegenkomen. Bruine kikkers. De meeste kikkers hebben overwinterd onder de modder, op de bodem van een poel of vijver. Rond eind februari, als de temperatuur iets minder koud wordt, ontwaken ze en gaan dan direct richting hun voortplantingsgebied. Vooral in de avonden kun je dan grote groepen mannetjeskikkers knorrende geluiden horen maken met maar één doel, het verleiden van een partner. Als kikkers elkaar hebben gevonden, begint het vrouwtje al heel snel met het afzetten van de eieren. Deze hompe kikkerdril kun je dan aan de rand van het water tegenkomen. Hoe groter het vrouwtje is, hoe meer eieren zij zal afzetten. Dit kunnen er honderden zijn, maar bij grotere kikkers zelfs duizenden. Weinig mensen hebben ooit gezien hoe een kikker eet. Hoewel er genoeg waterdiertjes en insecten zijn die een lekker maal zijn voor kikkers, eten ze net als vele andere amfibieën maar 2 keer per week. Van alle eieren wordt misschien maar 1% ooit een volwassen kikker. De rest valt ten prooi aan vissen en watervogels. En dat is maar goed ook, anders zouden er binnenkort ineens miljarden kikkers zijn. En dat is dan alleen in Ede nog maar.